Kom eens hier. Ja, jouw vlogkanaal is toch? Het is mijn vlogkanaal, maar jij bent de host. Hi mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn al 4 jaar samen. Ja, bijna 4,5, meer dan 4,5 zelfs al. Dat is lang, hè? Ja, dat is mijn langste relatie. Ja, mij nog niet. Dat duurt wel even. Ja. Maar we gaan vandaag naar IKEA, want we hebben een mannetje hier lopen. En ons mannetje, nou, misschien moeten we even een kleine reconstructie maken. Ja, mouw, mouw, mouw. Ja, maar op de grond, hè? Woe! En dan plant hij ineens hier. Oh, nu wilt hij het ineens niet. Nou. Als we hem zelf erop zetten, dan denkt hij van nee, ik moet zelf de keuze maken. Ik wil eraf. Maar nee, hij is heel geobsedeerd met aanrechten en voornamelijk met likken overal. Ja, echt bizar. Hier vooral in de wasbak. Hij vindt altijd wel iets. Zit hij weer uitgebreid te eten met iets dat hij gevonden heeft wat er niet lag. En laten ze bij IKEA hier nou net een oplossing voor hebben. Ze hebben namelijk een plank die precies er overheen past. Over. Kijk, en dan zou je denken, misschien een beter opvoeden. Ja, dat hebben we al geprobeerd. We hebben zelfs een mini squirt gun. En als die er is, dan doen we er tssst, en dan gaat hij er wel vanaf. Maar soms. Ja, het is een squirt gun. Yeah. Zo'n pistooltje schijnt dus niet te werken, omdat ze gewoon schikken, maar niet het linken aan van, oh, ik ga op de aanrechten, ik word nat gespoten. Dus dat gezegd hebben we, dan hebben we dus een nieuwe oplossing. We gaan een plank eroverheen plaatsen en bij IKEA hebben ze er eentje. En aangezien jullie IKEA altijd leuk vinden, denk ik, ja, dan neem ik jullie ook sowieso vandaag mee naar IKEA. Maar we gaan eerst even naar kantoor, want we moeten pakketjes inpakken. Overigens leuk daarvan, aangezien dat best wel leuk loopt, kunnen we misschien wel ons idee van, hoe heet dat nou? Hoe noemde dat nou? Ongeschreven regels, toch? Dat boekje? Dat kunnen we misschien wel gaan maken. We moeten wel input hebben. Dus als jij denkt, ik heb een leuke ongeschreven regel waar ik laatst of een aantal jaar geleden achter kwam. Je dacht van, oh, dat is eigenlijk gek. Dan mag je dat insturen. Bijvoorbeeld dingen die dan. Die iedereen lijkt normaal te vinden. Normaal te vinden, maar eigenlijk heel raar zijn. Bijvoorbeeld op verjaardagen dat je iedereen langs moet gaan om gefeliciteerd ja, en, te en doen. Ja, en moet je nou een hand geven? En aan wie geef je een hand? Of aan wie geef je en twee kussen? Of wie geef je één kussen? En wanneer ben je te beleefd? Ja, nou, allerlei regels waar wij niks van snappen. We hebben al een keer een podcast over opgenomen. Ik zal ook even een link in de beschrijving. Maar mocht je goede ongeschreven regels hebben, verhalen daarover willen delen en dat soort dingen, die kunnen we misschien bundelen in dat boekje. Drop het of naar info@vetgezellig sturen. Vanaf vanavond kan je niet meer het aanrecht op. Nou, dat is leuk! Wij zitten dus het jachtseizoen op Videoland te kijken. Ik moet zeggen, ik vond het echt leuk. Anders ik wel. Maar niet verwacht, hè? Nee, had ik ook echt niet verwacht. Want ik dacht we waren het oude concept al een beetje zat eigenlijk. Ja, maar ik vind nu dat ik denk van dit hebben ze eigenlijk wel weer tof gedaan. Het ziet er ook echt goed uit. Maar ik dacht wel van jeetje, als je dat soort content moet maken. Ik denk dat mijn adrenaline in overdrive gaat. Ja, ik denk dat jij dat ook niet zo goed. Nee, ik trek dat echt helemaal niet. Ik ook niet over. Maar goed, die plank moeten we dus hebben voor Freek. En voor de rest gaan we gewoon even rustig naar IKEA. Het is wel vakantie, dus het zal wel wat drukker zijn. Oh. Maar zo, kijk dan, allemaal fietsers al. Zo erg vakantie is het leuk, maar niet dan. Maar in de ochtend al gelijk om 10 uur vragen me af of mensen doen. Ja, voor dat ontbijtje. Maar ja, goed, die zitten dan allemaal te vreten. We hebben nog maar 20% van alle boeken, hè? Ja, dat is toch heerlijk? Dat is echt sick. Kijk, ik hoop als jullie dit zien dat we 0% van de boeken nog maar hebben. Aan de andere kant, voor jullie hoop ik dat er wel wat is. We gaan trouwens dit weekend naar Dordrecht. Want daar zijn we al geweest als je dit ziet. Het was een spontaan uitje. Wel leuk, toch? Slapen in het Van der Valk Hotel. Is niet ons meest favoriete Van der Valk, moet ik zeggen. Zijn er ook een keer geweest. Maar goed, het was het enige wat je nog kon slapen in Dordrecht. Voor de rest was alles vol. Dus ik wel te denken, is er dan niet iets in Dordrecht? We zijn naar kantoor gegaan om wat pakketjes in te pakken voor jullie. Echt superveel kleurboeken waren er besteld, dus bedankt daar nog voor. We hebben nog maar 1/3 van alle boeken is over. En ik denk zelfs eigenlijk minder nu, want er zijn er vannacht weer een heel aantal besteld. Kijk, uiteindelijk had ik ook overprikkeld truien willen hebben, maar dat heeft lang geduurd. Die komen wel eraan. En ik hoop eigenlijk, als je deze video ziet, dat we woensdag kunnen droppen. Maar inmiddels weet ik dit wel. Komende woensdag om 7 uur 's avonds komt de drop online. Dus wees erbij. Zo, 2 dagen na de drop. En dit is nog over. Klein aandeeltje nog. Richting de IKEA. De IKEA blijft toch altijd leuk om naartoe te gaan. En ik heb zin om iets te eten bij de IKEA. Wat weet ik nog niet. Je bent niet de enige die zin heeft om iets te eten bij de IKEA. Wil jij ook iets eten bij de IKEA? Zeker. Wat dan? Een kaneelbroodje. Maar je hebt echt zin in een kaneelbroodje? Sowieso. Voor de duidelijkheid, we gingen voor een plank op de aanrecht. Maar uiteindelijk kwamen we thuis met veel meer als dat we hadden gedacht.
Was een pittige rit? Je moet het echt bijhouden hoor, anders wordt het gewoon steeds weer erger. Ja, dat is wat, precies wat hetzelfde. Wat verschrikkelijk eigenlijk, hè? Dat is wat met mij ook is. Soms is het ook wel gewoon demotiverend dat je nooit even je angst aan los kan laten. Nou ja, op een gegeven moment wel, als je het heel vaak doet natuurlijk. Ja, maar precies. Dit is wat ik altijd heb als ik een tijdje met Ednie heb gereden. Ja, maar ik snap wel dat soms mensen het een beetje opgeven als het altijd zo hoog blijft zitten. Ja. Nou, ik val nog mee. Het is niet heel druk, hè? Nee. Ik had het ook drukker verwacht. Ik ben benieuwd wat jij gaat nemen. Jij gaat iets anders nemen, hè? Iets nieuws of zo. Ik weet het niet. Dit zijn die hele grote crackers, hè? Of niet? Ah, ja. Ik heb het nog nooit groot zijn die. Is die lekker? Ja, volgens mij is dat gewoon knekkerbrood. Dat is niet zo bijzonder. Een knekkerbrood. Jij wilde die, hè? Die kaneelbroodje. Ja, maar we kunnen hier gewoon even langs, als je dat graag wil. Wat hier? Waarom zou je in de ochtend al tiramisu eten? Wil je een dienblad? Ze hebben dit allemaal. Ze hebben slagroom. Beetje slagroom op mijn kaneelbroodje. Heerlijk, meid. Ze hebben ook een gooey. Het ziet er echt gooey uit, ja. Ja. Ze hebben hier nog extra broodjes. Met zalm en alles. Wij nemen geen ontbijt, hè? Nee. Dus, wat neem jij? Ja. We kunnen ook 50-50 in wafel delen, hè? Wafel is toch een beetje saai? Slagroom. Blueberry muffin. Waar dan? Dat vind ik niks. Oké. Okay. En ook een slagroompje. Wil je nog wat drinken? Nee hoor. Ik heb nog nooit een gooey chocoladetaart hier gezien. Jij? Nee. Nou, dat is voor mij een benieuwd moment. Ik heb dus dit. Dat is een gooey chocoladetaart. Heel benieuwd. Hij zal wel lekker gooey zijn, toch? Oh, hij is heel gooey, ja. Is die gooey? Heel gooey. Ja. Zo'n goede combi, hè? Wat slagroom en kaneelbroodje. Hij is wel lekker. Ik moet een beetje denken aan de chocoladetaart van Mathilda. Oh, ja. Oh, hij is warm. Ja? Oh ja. Zullen we er nu te wachten? Ja, ik heb mijn mond is denk ik warm. In een recordtempo weggewerkt. Wat zei je? Zag je dat? Ze hadden slagroom bij een croissant. Oh, lekker. Zou dat lekker zijn? Nou, natuurlijk is dat lekker. Slagroom is bij alles lekker volgens mij. Zelfs bij steak. Het lijkt me eigenlijk wel een hele goede combi inderdaad. Ja. Een croissantje met slagroom. Ja, zou ook wel goed zijn inderdaad. Hey, we moeten wel daar beginnen, hè? Ja. Ik zie je alweer naar de shortcut kijken. Nee, helemaal niet. Ik zat te kijken waarom komen die mensen er al vandaan als het pas net open is. Oh, die zijn daar gewoon heen gelopen, liefie. Dat kan wel gewoon, hè? Ja. De gooey chocolate cake zou ik 3 donuts geven. Ik vond hem wel prima. Dat kaneelbroodje, daar had ik eigenlijk een vergissing mee gemaakt. Die had ik moeten nemen. Ik was alweer vergeten. Ja, een combi met slagroom is dat echt een toppertje. Ja, dat is goed. We gaan nu op zoek naar de plank, toch? Ik weet nog wel vroeger. Dan gingen wij vaak naar IKEA in het weekend op een zondag met mijn broer en mijn moeder. En dan namen ze altijd slagroom en dat was dan namen ze 3 bakjes slagroom bij een koffie. Ja? Dat was dan 50 cent per bakje. En toen zei mijn moeder altijd, nou, dat is wel duur. Dus nu is het 70. Nee, 79. Ja, echt? 80 cent? Ja. Wow. Ik heb deze dus in een andere kleur gehad, maar ik vind hem in deze kleur leuker. Ik vind hem in die kleur ook wel leuk en die ook. Ja, maar de kleur die ik had, vond ik verschrikkelijk eigenlijk als ik die bekijk. Jeetje, je zou dit maar kopen. Ja, vind je het ook echt een lelijke stoel. Oh. Jij hebt die gehad, hè, in je huis. Ja, niet ik hoor. Jawel. Iemand die in mijn huis erbij woonde, had die. A.k.a. je ex. Maar hebben wij nog iets nodig verder? Nee, hè? Ja, wij willen graag een displaykastje voor kantoor, toch? Wil je dat? Oh ja, dat wil je, ja. Jelena wil buiten het kantoor wil ze iets neer gaan zetten. De producten stallen. Van onze producten, ja. Maar ja, een vitrinekastje, maar dat moet wel heel klein zijn dan, hè? Die hebben ze hier niet, denk ik. Je kunt ook zoiets doen. Maar ze hebben wel kleine vitrinekastjes, maar ik zie ze nu niet. Zo? Oh nee, dat vind ik al heel klein. Gewoon compact? Dat vind ik al heel klein. Ik dacht dat je zo ging doen. Jij dacht zeker zo'n vitrinekast neer te zetten. Nee, ik dacht gewoon zo'n dingetje dat je zo neerzet op pootjes. Je zou zoiets neer... die zijn allemaal kunnen trouwens. Die kleine? Ja, in de hoek. Dat is wel heel cute, hè? Ja, dat is toch een beetje onzin. Maar je kan geen slot aan. Is dat niet een beetje onzin om te doen? Ja, dat is wel echt onzin. Dat is gewoon puur... Oh, kijk, hier kan een slot aan. Ja, maar zo'n grote... Deze gaan we neerzetten, deze wil ik. Heb jij dit niet in je huis gehad? Hou op, dit is voor in de boom. Oh, nee. Kan je dit ophangen? Wat is dit voor raars? De decoratie. Echt? Een glas? Ja. Oké. Ze hebben soms zulke rare dingen. Oh, is dit? Nee, dat is ook niet die plank. Ik zie de plank de hele tijd niet liggen. Dit is op zich wel een mooie keuken. Zeker. Mooie kunst ook aan de muur. Nou, dat vind ik verschrikkelijk. Echt, dat begrijp ik echt niet. Deze is het, schat. Hij is wel mooi. Ja, dat is toch wel een mooie plank? Maar past dit echt?
Ja, dat past. Ik heb het opgemeten. Deze past precies bij ons er helemaal overheen. Wil je even aanpakken? Dat is gewoon heel zwaar. Een plank. Heel zwaar. Een plank is heel een plank, zwaar hoor, voor mij. Een plank is een plank. Nee, ik vind sommige te warm. Nou, voor mij, hij moet passen, want ik heb het wel opgemeten. Nu gaan we naar het gedeelte waarin we gaan kopen. Zullen we wel een karretje meenemen? Zei jij nou tegen mij, alles wat ik hierin pas, mag ik gratis meenemen? Ja. Oh, spannend. Ik heb er twee, hè? Dus... Nee, maar één, je mag er eentje gebruiken. Eén? Ja, okay. Twee mag ook. Oké, okay. Okay, ik ga even wat... Ik heb het allemaal niet nodig. Ik wil even zo'n... Oh, wow, dat is wel handig, zo'n verticale keukenblad. Ja, dat is wel handig inderdaad. Misschien moeten we dat ook installeren. Oh, je wilt die knijptangen? Ja, deze kan ook, hè? Oh ja, dit zal ik nog laatst kijken, maar ik vind het zo lelijk. Oh, wacht, dit is niet voor... Iets lelijks? Nee, ik wilde in de aanrecht iets hebben waardoor je gewoon alles daar even in kan gooien en dat je het gewoon gelijk kan weggooien. Dat kan gewoon niet aanrecht en dan pak je het erna eruit. Dat is waar. Waarom hebben we eigenlijk geen wagentje? Nu kan ik die potten niet meenemen. Ik ga wel even een wagen halen. Ik zei het toch tegen je, moet u niet een wagen halen? Dat wil mevrouw niet. Nou, ik ben er klaar mee, ik ga het halen. Plankje erin. Hoppatee, lekker meid. Ja, we hebben ook dit soort kruidenpotjes van de kleintjes. Dat is wel handig. Er komt toch in kruiden? We kunnen ze toch letterlijk... Ja, maar, nee, ik wilde het eigenlijk gaan los gaan kopen. In zakken. Ja, maar dan moet je even goede bestellen die ook echt dispensers hebben. Nee, maar juist dat wil ik niet. Ik wil juist dat het opengedraaid kan worden. Dat is het enige wat ik wil. Zullen we een paar van deze... Want ik denk dat het wel echt handiger is. Want dit kan je gewoon zo naast elkaar. Wow. Wat was dat? Dat is glas. Dat is iets kapot. Ik wil deze. In ieder geval één. En dan kun je ook nog één kleine nemen dan als je dat wil. Ja. Ze hebben niet zo'n hele kleine meer. Ja, dat is die kleine. Die daar. Oh, die. Nee, dan doe ik maar gewoon zo in. Hoezo? Maar bij mijn pitten past het toch helemaal niet? Ik dacht echt dat die zo was of zo. Ja, dat is, nee, zo klein ook nog niet. Maar bij mijn pitten past het toch niet in zo'n hele grote? En dan moeten we heel veel bij mijn pitten kopen. Waarom doen we dat niet? Ik wil alles hetzelfde formaat. Dat is het autisme in mij. Esthetisch? Nou, dat word ik gewoon, dat is heel rustgevend. Ik wil een weegschaaltje. God, we komen thuis met allemaal dingetjes. Wat leuk, schat. Echt zin in. Shoplog. Ik loop er nu heel wat sneller doorheen, oké? Okay? Nee. Rustig aan. We hebben toch al een haast? Heb je haast? Nee, maar ja, als ik denk dat we dit al verzameld hebben in dit kleine stuk. Ja. Dit is wel een leuke lamp. Oh, verschrikkelijk. Ik kan echt niet. Dat, was feit, dat doe je echt expres. Ja. Ik heb gewoon het grofste model uitgekozen. Doe ik expres, meid. Maar wil je nog een leuk dekbedje? Nee, ja, ik zou het elke week wel willen hebben. Maar je kan toch een nieuwe als je. Nou, ik vind die oranje dus leuk. Nee, dat vind ik te druk. Ik wil echt rust en reinheid in mijn paleisje. Oh, die? Maar ik vind die kleuren zo flats. Dat is heerlijk. Deze vind ik ook zo flats. Ja, dat vind ik juist fantastisch. Lekker rustgevend. Nou ja, als je die wil, neem je die. Nou, maar we hebben het niet nodig, joh. Ze hebben hier dus cadeaupapier wat je kan in laten kleuren door kinderen. Dat is ook wel een leuk idee om echt een keer leuk, te doen. Ja, trouwens. Zouden we ook kunnen doen, inderdaad. Mocht je het trouwens niet weten, we hebben een kleurboek uitgebracht namelijk. Kleed. Oh ja, wilde ook nog een kleed in de slaapkamer. Ja, ik ben helemaal van... Nee, dat weet ik niet. Ik heb nog wel een leuk... Dat is nog wel een leuk kleedje. Ja. Ik vind die wel grappig trouwens, deze. Heel leuk. Ja. Deze is heel leuk trouwens. Past dit bij ons? Ja, het zou in de slaapkamer passen. Ja, het is... Heel leuk. Nou, dan moeten we er maar voor sparen, schat. Ik vind hem wel echt vet. Ik vind het wel leuk. Ik vind hem echt heel gaaf. Dat trok ook gelijk mijn aandacht. Ik denk, super. Het is bijna iets kinderlijks, dit ding. Ja, ik vind hem echt vet. Ja, leuk. Ja, het flirt wel lekker de boel op, maar ja, het is wel weer een behoorlijke uitgave, dit. Ja, dat is wel echt heel leuk. Zo handgemaakt. Is het helemaal handgemaakt, joh? Ik kan ook een kleed laten maken van mijn figuurtjes. Nou, laten we deze dan maar nemen. Wat is dit nou? Waarom zo lullig? Ja, ik vind het geld wel waard. Het is handig. Ja, het zijn gewoon dure kleden. Waar? Oh, je gaat het ook echt doen. Dit is gewoon, je hebt het al besloten. We hebben nog spaargeld. Oprollen die hap, schat, we gaan er gewoon. Wat zeg jij nou? Wil jij echt gaan doen? Ja, ik wil hem echt. Echt? Ja. Nee. Ja, ik wil hem. Zo, dan heb je ook even snel besloten. Ja, we zijn wel al een tijd op zoek naar een goed pleed. Ik voel even een lichte spanning komen. Oh, doorlopen, hup. Echt? Gaan we het echt doen? Ja, joh. Jongens, we gaan hem meenemen. Ik schrik even van de prijs, dat we dit zo snel besluiten. Maar aan de andere kant... We hebben er wel op de spaarrekening al een tijdje voor gespaard. Dus. Vier van die? Ja, vier van deze. Dit is wel voor op kantoor trouwens, jongens. Is hier pas A4 in dan, toch? Ja, daar past A4 in. Ja. Nog eentje dan? Ja. We hebben hier een heel idee mee voor op kantoor. Jongens, onverwachts hebben we ineens een hele fikse korting gekregen. En dat hadden we niet door. Willen we dit nog? Ik wil het wel een keer proberen, deze. Ja, is goed. Wil je nog je favoriete choco? Eén reep dan. Eén reepje?
Ja, die is zo lekker, hè? Die. Oh, jongens. Niet normaal. Wat is dit eigenlijk? Met gingerbread crumbles. Oh, die heb ik een keer geprobeerd, ja, hè, volgens mij. Schat, vind je niet heftig? Ja, ik ben heel blij mee. Die korting, dat is toch niet normaal? Ja, is dat van een familiepas dan? Ja, door die familiepas. Oh. Oké. Maar dat wisten we helemaal niet. Maar nee. Dat is echt, nou, ik zal het zo even laten uitleggen, maar het is echt bizar. Zie je weer een dag geleden van de IKEA eten voor me? Ja, dat zou wel weer leuk zijn, hè? Want ik zie ook wel weer andere dingen. Moeten mensen maar even tips doorgeven, denk je niet? Ja, dus een dag geleden van IKEA eten. Dag even hier naar, ja? Kaaskroissant ziet er wel lekker uit. Oeh, zo. Zeker lekker uit. Kan dat eigenlijk? Nog meer vreten, toch? Ja? Kan ik die croissantjes kennen? Of? Oh, hier. Oké. Okay. Echt, ik had niet verwacht dat we vandaag dit zouden gaan doen. Zal ik even een nieuwe pakken? Voor de drukte weg, schat. Hè? Heerlijk. Heerlijk. Ik had niet verwacht dat we zo'n grote korting zouden krijgen. Dat is toch bizar? Doet het goed, hè, bij de mens. Ja, maar dat is toch bizar? Ik had het echt niet verwacht. Ja, dat is wel echt heel veel, inderdaad. Ja. Maar is dat dan een procent, of? Ik kon er niet heel erg duidelijk iets uit opmaken, maar volgens mij was het gewoon, ja, als 20% dan, denk ik, toch? Dat is wel heel veel. Nee, dat is heel veel. Ja, ik weet het niet. Totale bon of... dan moet je even kijken. Ja, heb je de bon nog of wat? Ja, zeker. Die zit ergens in de tas, volgens mij. We namen dit vorige week op. En toen was het vakantie. Dus ook erg druk in de IKEA. Ik vind het wel een hoop gestresst bij die... met al die mensen achter je die hier lopen te lopen. Ik weet niet. Ik heb dat bij IKEA veel meer dan bij andere plekken. Dat je het idee hebt dat mensen heel erg op je rug zitten. Ik weet niet of we hebben gezegd hoe duur het kleed is, maar we hebben wel 20% korting erop gekregen, wat in principe op dit bedrag echt hoog is. Wat vind je ervan? Ja, cool. Ik ben benieuwd hoe die gaat staan ook, jongens. Echt heel erg, hij is wel echt vet. Het ligt helemaal vol. Hadden we ook niet verwacht vandaag, hè, dat we dit gingen doen. Nee, helemaal niet, nee. Bij IKEA is het altijd, als je erheen gaat, je bent altijd meer kwijt dan je denkt. Of je... Ja, oh, is hier ook een parkeergarage onder? Ja, dat wist ik helemaal niet. Shoplog! Veel meer gekocht dan we dachten, zoals je hebt kunnen zien. En we hebben iets gekocht dus wat we helemaal niet hadden verwacht. Maar waar we voor gingen was letterlijk alleen dit. Voor mij is het 17,99. En we hopen dat die gaat passen. Zal ik het gelijk gaan proberen? Hé, hij past niet helemaal. Ja, oké, maar dit is prima toch? In principe kan hier niks mee. Gaan we door met het volgende. Krakkers. Crackers. Twee kaascroissantjes. Ja, we hebben heel veel van deze potjes gekocht en dan ga ik daar even laten zien waarom. Een nieuw weegschaaltje, want die andere was kapot. Die doet het niet meer heel goed. Dit had ik nodig voor bij het koken. Van die bakjes om dit dus in te kunnen zetten. Want het ziet er nu echt totaal niet netjes uit. Maar dat kan ik nogmaals staan even laten zien. De beste reep die we het afgelopen jaar op hebben. En een andere variant daarvan. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Nu denk je natuurlijk, is dit het enige? Nee, natuurlijk is dit niet het enige. Dat heb je al kunnen zien. Er staat daar een kleed. Daar hebben we dus 20% korting op gekregen. Het was een duur kleed. Jij mag raden in de reacties hoe duur die was. Ik heb het waarschijnlijk weggebliept en gevaag gemaakt. Ben benieuwd. Maar, wat gaan we doen? Wat gaan we nou doen? Ja, gewoon even uitleggen voor Freek. Kan hij ook pas aan wennen. Al leuk, hè? Heel leuk, maar gaan we nu in de slaapkamer neerleggen? Ja? Oh, geweldig, hè? Nee, is wel heel leuk. Oh, Freek zit iets even... Freek! Ei! Ja, geraakt. Nee, weet je zeker? Nee, want hij zat net met zijn hoofdje erin en hij wilde het net gaan pakken. Hij heeft het niet gepakt. Wat was dit? Vind ik nou zo vies? Ja, doe maar even opbergen, want anders gaat hij, want we willen even naar het kleed kijken. Dat is het kleed. Heerlijk hoor. Vind je het leuk? Ja, heel leuk. Ben je er blij mee? Ja. Prijs waard? Kwaliteit toch? Ja, handmade. Ja, het is wel echt kwaliteit. Het blijft ook gewoon een mooi kleed, denk ik, als ze voorzichtig met stofzuigen doen. Nee, hè? Dat is raar, aan de andere kant staat het donkerder, lijkt het. Licht, denk ik, als het zo valt. Mm. Nou, prachtig. Ik ben er echt blij mee. Mooi. Freek, we gaan er geen scheetjes en poepjes op doen, Freek, we gaan geen poepjes en scheetjes laten. Hij is op zoek naar de croissants. Het vorige kleed heeft hij helemaal vernieuwd, hè? Hij is op zoek naar de croissants. Ik had al zo'n heel leuk roze kleed van jou gekregen. En Freek, die gebruikte dat als zijn... Oh, je bedoelt het leeuwenkleed? Ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen. Zijn rimkleed. Ja, dat weet ik. Hij probeert erin te komen, maar dat lukt hem niet meer. Ja, dat is vervelend, Freek. Daar hebben we hem voor gekocht. Voor jou. De laatste keer dat we in de vlog trouwens zo lagen, toen... weet je nog, dat hadden we geverfd. Ja. Zo gek, hè, dat we hier nu alweer zo lang doen eigenlijk. 7 maanden? Voelt niet zo lang. We hebben toch ook weer wel... Ik heb nu eigenlijk nul aanpassingen... nodig gehad. Ja, Freek vindt het allemaal niet zo heel erg leuk volgens mij. Kleed vernieuwend. Hij kan niet meer gitaar. Was wel een beetje de bedoeling, Freek. Kan ik je vertellen.
Wel lief doen, hè, tegen hem. Extra lief doen vandaag. Hoezo? Want al die veranderingen zijn voor hem echt niet fijn. Kom maar. Kom maar. Ja, ik vind je ook hartstikke lief. Kom maar. Kom maar op het vetje. Kom maar op het vetje. Ga maar op het buikje stappen. Kom maar op het buikje. Oh. En lig. En ja. Zo lekker zeg. Freek is zo makkelijk om altijd op je te laten liggen. Dat is niet hij settelt heel snel. Ik vind het een mooi kleed. Moet je hem nog stofzuigen? Nee. Niet om meer stofzuigen, hoe lelijker die wordt. Hij is toch bij IKEA gelegen? Ja, dus? Wat ga ik met stofzuigen doen dan? Kinderharen eraf halen. Ik had net bij IKEA een idee. We gaan het nu uitvoeren. Ja. We hebben hier de lijstjes. En het leek ons leuk om van die printjes die we hebben, om die op te hangen buiten. Welke gaan we doen? Op de gang bij ons kantoor hadden we allemaal werken van mij hangen, maar het zag er een beetje rommelig uit. Dus we dachten, we gaan het vervangen. Hierna kreeg ik een beetje een vervelend mailtje over een bestelling. Kijk, was een boek helemaal verfromfrijd aangekomen, maar ik heb nog even met haar gemaild. Ze zegt, klopt, ze poppen sommige dingen erin die er eigenlijk niet in passen. Vindt soms een hele prestatie. Dit pakketje past wel makkelijk, maar dan toch vinden ze een manier om het kapot te maken, helaas. Dit is het minst leuke onderdeel van een webshop hebben. Want ja, je kan klanten niet teleurstellen, maar PostNL en al die bedrijven maken soms echt een potje ervan. Maar goed, de klant krijgt weer opnieuw gewoon een pakket opgestuurd. In een andere envelop ook trouwens. Ik heb hier een van mijn favoriete dingen om te maken, wordt pasta. Pasta moet ik even zelf maken, want die maak ik met KitchenAid. Dus ik ga koken, maar ik hoef niet echt te koken, want in principe is het al af. Mocht je nou benieuwd zijn wat in dit recept zit, het is een recept met courgette, ui, knoflook, geitenkaas, avocado, pijnboompitten, pasta natuurlijk. En kip heb ik volgens mij al gezegd, hè? Ja, kippendijfilet is het trouwens. Ik ga dit ooit in mijn boek verwerken. Ik beloof het. Het is zo lekker. Nou, iets smakelijk. Wat ik ervan vind, maar goed. Nog een keer. Dit is het favoriete maaltje van mij en Guilaine. Zal ooit in mijn kookboek voorbij komen, hoop ik. En Freek vindt het ook heerlijk. Om 7 uur vanavond gaat de drop plaatsvinden van de nieuwe Overprikkeldlijn. Ik hoop dat je erbij bent. En anders tot woensdag bij de nieuwe podcast. Bedankt voor het kijken. Tot snel.